super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik zie en merk het net dat jullie mijn 24 uur overleven challenges super leuk vinden om te kijken. Dus ik dacht, ik ga er vandaag gewoon weer eentje doen. En deze keer ga ik proberen om 24 uur te overleven in onze auto. Lijkt mij super moeilijk om 24 uur in de auto te overleven. Maar mijn vriendin Pien heeft deze challenge ook gedaan op haar YouTube kanaal. En het is haar gelukt, dus ik wil deze challenge ook gewoon aangaan. En wil je nu zien hoe ik ga proberen om 24 uur te overleven in mijn auto? Geef deze video dan alvast even een dikke duim omhoog. Abonneer gelijk op mijn kanaal. En wil je nou geen enkele video missen, klik dan vooral even het belletje naast de abonneerknop aan. Want dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video upload. En laten we nu beginnen. Ik sta hier in de gang van ons huis en hier liggen alle spullen die ik nodig heb om 24 uur te overleven in mijn auto. En daar liggen ook dekens en kussens, want het is 24 uur. En dan moet je natuurlijk ook in je auto gaan overnachten, want anders zou het geen 24 uur zijn. Tobias kan bij mij slapen, want dat is natuurlijk wel een stuk gezelliger. En ik heb mijn knuffeltjes meegenomen, want zonder mijn knuffeltjes kan ik echt niet slapen. Ik heb mijn vlogcamera mee, twee statieven en mijn telefoon, zodat ik daarmee kan filmen. En ik heb nog een grote camera. En dit is een verrassingtas, want mijn moeder had een aantal cadeautjes daarin gedaan. Want ze zei, als je je gaat vervelen, dan kan je die uitpakken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En hier liggen nog wat spulletjes waar ik me mee kan vermaken. En zoals jullie zien, ligt er ook wat fruit en wat lekkers. Maar ik neem niet te veel eten mee, want voor de lunch en voor het avondeten heb ik hele andere plannen. Maar dat gaan jullie straks zien. Dan ga ik nu maar even al deze spullen naar de auto brengen en de auto een beetje inrichten. Het is nu 9:15 in de ochtend en dat betekent dat de challenge nu kan gaan beginnen. En vanaf nu zit ik aan deze auto vastgekluisterd. Nou jongens, het is inmiddels 11 uur en ik had heel erg veel zin om TikToks te maken. Maar hier heb ik best weinig ruimte en dan kon ik niet goed bewegen, zeg maar. En toen dacht ik, ik had gisteren volgens mij een slow-mo gemaakt. Die kan ik gewoon gaan editen. Want jullie vragen ook heel vaak aan mij, hoe edit je nou precies je TikToks? Ik ga niet dat een tutorial geven, maar ik ga het jullie even snel laten zien, zodat jullie een beetje mee kunnen kijken. Ik gebruik daarvoor de app Videostar en wel de betaalde variant, maar dat is het ook wel echt waard. Ik ben dus nu in de Videostar app en ik ga straks een liedje uitkiezen. En ik gebruik het liedje Girls Just Wanna Have Fun. En dan ga ik nu een foto importeren. Oh, daar zie je mijn hoofd. Hoi. En dan ga ik hem helemaal tot het einde instellen. En dan ga ik nu splitsingen maken. Dus ik heb verschillende slow-mo video's opgenomen gisteren. De splitsingen zitten erin. En hier bij het eerste stukje, Girls Just Wanna Have ga ik nu een video importeren. Dan ga ik hier een fan inzetten en dan ga ik naar multilagen. En dat is echt het fijnste ooit, want dan kan je gewoon alles mee. Deze vind ik heel erg leuk. 3 hours later. Ik ga straks jullie laten zien hoe het eindresultaat is geworden. Maar ik kon het echte muziek niet gebruiken omdat daar rechten op zitten. Morgenmiddag kunnen jullie op mijn TikTok-account, bibi.social heet ik op TikTok, kunnen jullie wel gewoon de echte TikTok zien met de echte muziek eronder. Maar ik ga hem nu even laten zien, gewoon met een ander muziekje erop. Dat is hem dus geworden. Ik vind hem wel geslaagd en dan hoop ik dat jullie dat ook vinden. Ondanks mijn goede inrichtingverhoging van deze auto, vind ik het echt nog wel een beetje ongezellig. Maar daar heb ik dus wat heel erg goeds op bedacht, vind ik zelf. Dit lijkt misschien een heel onschuldige etui, maar als we daar eens even een kijkje in nemen, dan gaan we iets heel anders zien. Namelijk raamstiften. Dus ik ga de ramen gezelliger maken met mijn raamstiften. Ik heb dit uitgezocht om te tekenen. En het is een soort van space thema. Dat vind ik heel erg leuk, want ik vind het heel erg leuk om raketjes en planeten te tekenen. En ik kan natuurlijk niet schetsen en daarna outlinen, zeg maar. Dus ik moet het wel in één keer gewoon goed doen. Heel veel druk op mezelf leggen nu. Ik zet de camera even wat dichterbij, zodat jullie het goed kunnen volgen. Ik ga beginnen met zo'n planeetje. Mijn planeet is klaar. Ik ga nu door met het raketje.
Jongens, dit is zo gênant. De pakkettendienst komt en volgens mij naar ons huis. Oh, wat erg. Ik zal het even laten zien. Even natuurlijk wat vlammetjes onder de raket. Oké, dit raam is klaar en dan ga ik nu door naar het volgende raam. Namelijk het raam achter mij. Het is ook tijd voor een lekkere snack. Het zijn Mermaid Edition Smarties. Kijk jongens, het zijn echt de leuke mermaid kleurtjes. Ik ga voor dit raam een roos tekenen. Mijn roos is klaar. Wat vinden jullie ervan? En ik vind hem wel heel erg leuk en gezellig geworden. En het is ook gewoon leuk dat we nu even ergens naar kunnen kijken in de auto. Het is inmiddels 1 uur, dus zeker tijd voor de lunch. Maar zoals ik al had gezegd, ik heb geen lunchspullen meegenomen. Want dat leek me niet handig, want misschien zou de bekleding van de auto dan vies worden. En daar zouden mijn ouders natuurlijk niet blij mee zijn. Dus ik heb het mezelf makkelijk gemaakt. Ik ga gewoon een bestelling geven aan mijn broers. Die zij dan lekker voor mij kunnen klaarmaken. En mij als een prinses kunnen behandelen om mijn eten te gaan komen brengen. Geen idee of zij daar zin in hebben. Dus ik stuur Tobias even een appje of hij even een lunchje voor mij wil maken. Ik hoop wel dat hij iets lekkers doet. En niet tandpasta. Oh, en geen tandpasta op een broodje meer of zo. Wil jij voor mij lunch maken? Leuk, wat lief. Dankjewel. Heel erg bedankt. Alsjeblieft. Ik vind het heel lief dat je het gebracht hebt. Die. Oh, lekker. Lekker thee, aardbei, komkommer en 2 crackers. Mijn pindakaas en hagelslag. Dat is mijn favoriete beleg. Ik ga hier heel erg van genieten. Lekker opsmikken. Het is nu 4:07 en het leek me wel een goed en leuk moment om die tas die mijn moeder mee had gegeven is te gaan bekijken wat er allemaal in zit. Want ik zie een heleboel leuke papiertjes. Oh, dit voelt heel zacht. En hier zit nog wat. Wow, dit voelt heel raar. Maar ik ga gewoon even wat openmaken. Ik ben heel erg benieuwd. Dit is zo'n knijpding. Zo. Kan ik mijn vingers een beetje mee trainen en dan heb ik toch nog wat beweging in de auto. Ik ga deze openmaken en het voelt, zoals ik net al zei, heel zacht. Een alpaca squishy! Schattig! Kijk, wacht. En dan komen we nu aan bij het grootste cadeau. En ik ben heel benieuwd wat het is, zo groot. Namelijk dit. Oh, dit is volgens mij een spel. Oh. Who's the dude? Ik ga Tobias even bellen of hij het leuk vindt om mee te doen. Nou, Tobias is er en hij had al zin in een spelletje. Dus laten we maar open gaan maken. Weet je hoe het werkt eigenlijk? Want ik heb geen idee wat het is. We lezen de spelregels wel. Zal ik open? Ja. Hoe doe je dit überhaupt open? Maar niet de hele doos lopen. Oké. Oké, heb je een spelregels? Oh, dit zijn de spelregels. Oh, dit is die opblaasbare man. Stap 1 is blaas de dude op. Oké. Pop is opgeblazen. We hebben nog niet echt helemaal de spelregels doorgelezen, maar ik denk dat het wel snapt, want hier staan dus allemaal vragen op. Of nou ja, meer opdrachten. Hier staat bijvoorbeeld welke sport doen we. En dan die sport die daaronder staat, dan moet je met de pop doen. En we hebben natuurlijk heel erg weinig ruimte hier voor een pop van 1,50. Dus Tobias gaat even buiten de auto staan. En ik moet mijn opdracht natuurlijk gewoon in de auto uitvoeren, want ik mag de auto niet uit. Ik ga de eerste opdracht lezen en er staat er, wat beelden we uit? En dan ga ik nog niet zeggen wat, maar dan ga ik nu uitbeelden. Dat is wel een beetje goed, hè? Oh, ik begrijp het. En wat doe je? Een handstand! Ja! Een handstand! Goed geraden! Wie ga je komen naar jou toe? Oké, wat beelden wij uit? Wat is
een monster. Bibi. een vampier. Ja! Yeah. Wat zijn we aan het doen? Oh, het volgende is er. Kassarij. Ja, in de rij. In de rij! Ja, in de rij staan was het. Nou, ik reken me goed hoor. Heb je een opdracht, Bibi? Ja. Wie ben ik? Een skydiver. Nee. Oh. Ja! Een paard, je bent een paard. Ja! Je bent een paard. Nee. Waarom maak je dan hier al? Een cowboy. Oh, we zijn eerste, zegt Gerrit. Wanneer word je eerste bij een? Paardenwedstrijd. Ja. Je moet niet zeggen, wat ben ik? Ja, dat zeggen ze hier. Wat? Oké. Ja. Oké, we gaan geen Gerrit maar weer. Lukt nog aardig goed in de auto. Ik heb een goeie. Wat zijn we aan het doen? Oh, kan ik hem volgen? Denken. Oh, armpje rukken. Ja. Oh, ik dacht denken. Oh. Welke sport doen wij? Ben je er klaar voor? Ja. Oh, oeh. Boksen? Nee. Kickboxen. Zo met die hele dikke buiken. Zo. Sumo worstelen. Ja. Maar dat is niet zo. Awoe, awoe, awoe. Nee, denk ik. Dat elkaar optillen en elkaar gooien. Oh, dat is heel leuk. Buik worstelen. Ik kan het echt goed. Yay! Nou jongens, we hebben dus wel echt een dik uur dit spel gespeeld met onze lieve vriend Gerrit. Het is echt onze bestie Gerrit. Forever geworden. Ik wil wel nog even horen, wie heeft er gewonnen? Jij hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik vond het heel erg leuk en gezellig. Fijn. En dan nog een hele fijne middag. Ja, ik moet hier natuurlijk blijven, anders was ik meegegaan. En neem je Gerrit mee of laat je die bij mij? Nee, die mag lekker bij jou gezelschap. Die mag lekker bij mij gezelschap houden. Nee. Doei. Doei zo. Doei. Doe dicht, anders is het koud. Bye. Ja jongens, zoals jullie zien, rijdt de auto. En nee, we hebben geen zelfbesturende auto. Het is nu namelijk rond etenstijd. En ik heb aan mijn moeder gevraagd of zij het oké vond dat ik mijn avondeten op ging halen bij de McDrive. Dus daar zijn we nu naar onderweg. En ik heb eigenlijk best wel erg veel zin in McDonald's. Want zo'n bord met aardappels en groenten is veel te lastig in de auto. Ik heb gewoon zin in McDonald's. Laten we het daarop houden. Gerry zit lekker naast me. Ook in de riem. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En ik neem denk ik ook wel even wat mee voor mijn borst voor mijn vader als verrassing. Lekkere snack. Mag ik de bestelling opnemen alsjeblieft? 2 chili chickens alsjeblieft. Ja. 2 hamburgers. 2 McFlurry M&M's. 1 sundae ijsje met chocoladesaus. 1 kleine patat zonder saus. En met 6 kipnuggets erbij alsjeblieft. Nou jongens, de buit is binnen. Gerry, hou jij er ook eens even eens vast. En dan gaan we weer op weg naar huis. Ik zit weer in de auto met mijn eten. Ik heb mijn frietjes al bijna op, want ik had best wel erg veel honger. Ik heb 6 kipnuggets, dat had een kleine friet. En mijn McFlurry M&M. En een watertje, want daar krijg je natuurlijk wel dorst van. Het is heel erg lekker. Ik ga ervoor genieten en dan zie ik jullie straks weer. Hoi, het is nu 7:09 s'avonds. Zoals jullie kunnen zien. Ik ben nu even bezig op dit scratchblok. En het begint echt al donker te worden. Dus als ik klaar ben met dit scratchpad, dan denk ik dat ik alvast maar 2 bedden klaar ga maken voor Tobias en voor mij. Waar we dan 's nachts op kunnen gaan slapen. Voordat ik de bellen ga klaarmaken, ga ik eerst even de ramen schoonmaken. Want mijn ouders hebben denk ik morgen de auto nog nodig. En dan denk ik niet dat ze blij hiervan gaan worden. Dus, hier gaat weg. Ik lig hier in de auto en ik lig hier lekker. Hallo. En Tobias ligt lekker daar in zijn bed. Hallo. Hallo. Het is echt pikken donker buiten. We zijn al een tijdje filmpjes aan het kijken. Het is nu, eens eventjes kijken, 10:55. En ik ga nu Netflix kijken, Tobias. Ik ga even naar de McDonald's. Doe je bed. Ik ga even naar de McDonald's. Kijk in de spiegel. Waar ben jij? Die nog een keer, dat is een soort de buurman wakker. Oh, dat is wel heel erg. Ik druk je vroeg naar mijn hoofd dat die doet dit. Met je hoofd? Ja, ik deed sowieso. Oh, wel. Wow. Je ziet eerst nu mij, hè? Zo. Ja, en nu? Slaap lekker, welterusten. Tot lekker, morgen. Tot morgen. Doei! Goedemorgen jongens, ik ben net wakker. Zoals jullie misschien wel zien, ik lig nog onder de dekens. Met mijn knuffeltje Tobias ligt nog te slapen. Met zijn capuchon op.
En het is nu 10:15. En dat betekent dus gewoon dat ik de challenge heb voltooid. Waar ik super blij mee ben. Dus even een schouderklopje voor mij. Maar ik wil zo graag even mijn benen strekken. Dus ik ga de deur open doen. Want ik heb wel echt zo lang mijn benen zeg maar opgekropt moeten hebben. Dus ik doe nu de deur open. Ik word thuis straks wel wakker. Ik heb best goed geslapen trouwens. En... 3, 2, 1. En omdat de challenge dus is geslaagd, betekent het ook alweer dat ik het aan het einde van deze video ben gekomen. Vond je het nou super leuk om te zien hoe ik deze 24 uur challenge opnam? Geef deze video dan een dikke autoduim omhoog. En abonneer gelijk op mijn kanaal. En druk het belletje even aan als je geen enkele video wil missen. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!